Nou, hij had wel wat spierspanning in zijn hals en in zijn rug. Wij spelen eigenlijk wel wat meerdere plekjes, zeg maar. Mm-hmm. Die hebben we proberen eruit te halen. Mm-hmm. En met de oefeningen die ik je heb gegeven, gaan we kijken of we dat doen. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. Pamela is er vandaag. Hoi! Ik heb eerst een cadeautje voor je. Zo? Doe hem heel handig worden. Nee joh. Oh. Met haar bedrijfsnaam erop en de logo. Ja. Oh, dat is een beetje warm, maar... Ik ga hem even passen hoor. Hij zit als grote Pam. Mama, goed gemeten. Uh-oh. Nee, dat gaat passen. Nee, dat gaat echt niet passen. Jawel, want het is een slank model. Ja. Tuurlijk. Ja, want anders is hij te groot. Mooi, oh, Marie. Nee, daar aan de achterkant. Draai eens om. Je moet alleen even je mouwen recht trekken. Ja, daarom. Je shirt zit daar. Zo, en dan draai je even om. Ik heb ook echt een heel lang shirt aan. Mooi. Oh, leuk. Ja, super gaaf. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh. Nou, Pamela die komt vandaag voor het masseren. Van hun maar eventjes een beetje losmaken en dan kijken wat we natuurlijk aan die rechtergaloep kunnen doen. Omdat, nou ja, zijn rechterkant is gewoon niet helemaal los. Dat heeft hij nooit echt geleerd op de manege. Dus dan gaan we zo weer naar Hummer. Waar wil je hem hebben? Op de poetsplaats. Oké, gaan we hem halen. Ik blijf hier niet heen. Nou, we gaan nu eventjes, wat gaan we doen? Even lopen. Ja, we gaan eerst eventjes daar staan. Gaan we even kijken, even voelen. Dan gaan we heen en weer lopen. Dan gaan we kijken hoe die loopt. Ja. De rechtergalop was een beetje moeilijk. Ja. En verder? Verder doet hij het eigenlijk heel goed. Behalve vandaag is hij stout. Ja, hij wil echt... gewoon heel graag naar buiten. Ja, hij is echt. En, mag zo naar de wei. En verder rechtsom alleen de galop of ook nog drafstap? Nee, alleen de galop drafstap gaat echt gewoon goed. Alleen hij heeft rechts nooit echt goed geleerd. Dus hij Ze hebben alleen maar linksom galop is. Ja. En hoe oud was die? Hij is nu 11. Ja, hij is, wat, hoe, Sharona het zei, hij gaat als het ware zo de bocht door. Dus... Geef naar de andere. Ja. En op de manege, nou ja, daar doen ze natuurlijk niet heel veel aan als je verkeerd aanspringt. Dus, dat heeft hij nooit aangeleerd. We gaan hem even een beetje afvoelen. Yes. Ga ik even kijken van, zitten er ergens warme plekken, verdikkingen? Nou, is hij nog heel veel een beetje nat van het wassen. Ja. Ik voel dat hij, als ik ergens op die spieren druk, of dat hij een beetje gevoelig is. Ja. Aan de andere kant. Je hebt er echt geen zin in vandaag, hè, ja, maar. Hij reageert nergens echt heel heftig op. Een beetje onderin zijn hals. Zijn rug is iets wat gespannen. Ik vind het ook. Daarin, kijk, als ik dan zijn schoft een beetje op wil liften, dat hij zijn rug een beetje bol moet maken, dat wil hij eigenlijk niet. Dat nee. Zal je met rijden ook wel een klein beetje hebben. Ja. En dan is het vooral het aangalopperen het lastigst. Dan juist. Moet hij natuurlijk bollen. Mag je eventjes naar links? Zal ik het doen? Zal ik even lopen? Dat hoeft toch niet op camera. Net het wegstappen, ging even kijken hoe zijn beweegbaarheid was in zijn billen, zijn rug. Het blijft allemaal nog een beetje stijf. Je zou eigenlijk willen dat het wat meer ging bewegen. Dus gaan kijken of we die spieren nu even wat wilt, kunnen krijgen. Je wilde hem wat meer zien dansen, zei je. Een beetje zien swingen. Oké. Nou, daar gaat hij dan. Ja, er gebeurt wel heel veel momenteel hier op stal. Ja, het is lekker druk, hè, jongen. En dan wil ik ook nog mijn weitje in. Je mag ze hierna mag ze ook nog eten. Ja, dat moet. Misschien kan je het in een emmertje doen. Ja, dat ik het even kan eten. Dat hij zo bij jou kan eten. Ja, dat was zinvol. Mag pas wel. Pas zien. Die loopt nu achter je. Zien. Komt goed, meid. Okay. Hij denkt dat is die vrouw die altijd het vlees snijdt.
Ja, dat is een reclame. Ja. En wat doe je nou? Ik geef hier een klein beetje druk en probeer het eigenlijk dat hij hier een beetje meer op wil gaan ontspannen. En dat hij meer verbinding maakt van zijn hoofd naar zijn billen. Oké. Okay. En dat er wat blokkades op gaan heffen onderweg. Dus een stukje cranio. En waarom kunnen ze jou vinden? Hoe heet jouw bedrijf? Equilibrio paardensportmassage. Komt allemaal in de beschrijving en in beeld. En wat doe je allemaal? Ik doe sportmassage, craniosacraaltherapie, bitfitten, hoofdstellen aanmeten en lesgeven. Nou, alles dus. Dus moet jullie iemand voor je bit of voor je massage of wat dan ook, connect haar zeker, want ja. En heel lief. Heel lief. Heel lief. En de mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik Pam echt al heel lang ken. Want zij heeft me op zich nog les gegeven. Ik heb Kai natuurlijk nog een hele lange tijd verzorgd en gereden. En ik ken haar echt al sinds mijn 8e, 9e. Ja, is langer denk ik. Ik denk echt wel 8, 9 jaar. Bijna zo lang als dat ik rijden. Ja. Wat doe je nu? Ik probeer hier een klein beetje meer bewustwording mee te creëren van het paard. Het lijkt eigenlijk net alsof dat ik niks doe, maar door deze druk probeer je het zelfherstellend vermogen aan te zetten. En je probeert eigenlijk dat ze wat dieper willen gaan ademhalen. Maar zoals je ziet, zie je nu bij Hummer's ribben een klein beetje meer bewegen. En heel veel paarden blijven hieronder in de buik ademhalen. En je wil eigenlijk dat ze door heel de ribbenkast gaan ademhalen. Als ze dat niet doen, betekent dat daar blokkades zitten. En die kan je eigenlijk hiermee wegkrijgen. Oh ja, je ziet het nu. Je ziet hem nu ook hier. Ja. Okay. En is het moeilijker om te zien omdat hij gevlekt is? Ik denk voor de video wel. Ja. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Oké. Oké, okay, dat is fijn. Lekker. Lekker heb ik wel hier gezien. Echt, hè? Zag je hem zo? Herrie, wat jullie allemaal horen is Esther. Die is de stallen aan het vernieuwen. Ja, dus die is ook aan het werk. Dan wordt hier gewoon kaart doorgewerkt, jongens. Ja. Je mag echt zo meteen naar de rij. Je moet echt even wachten. Hij is niet zo goed in wachten. Nee, dan staat iemand op de poetsplaats. Ja. Esther is wel lekker bezig. Reageert hij nu echt op jou, wat je aan het doen bent? Ja, maar hij is sowieso wel een beetje onrustig. Ja, sowieso vandaag al hoor. Ja, hij is vandaag een beetje obstinaat. Ja. Eeuw. Kijk. Oh, lekker. Er zitten allemaal stukjes op zijn tong. Godverdomme, oeh, dit vindt ze wel lekker, geloof ik. Ja, hij staat gelijk. Hij staat even stil. Ja. Lekker hè dan. En wat doe je nu met zijn hals? Ik probeer gewoon die spieren te masseren. Om te kijken of ik dat wat losser kan krijgen. Mm-hmm. Dat is niet zo heel leuk. Nee. Nee, dit vindt hij wat minder. Ja. Is dat normaal? Die spierspanning is een beetje hoog, dus dat betekent dat de spieren een beetje harder zijn. Ja. En als je daar dan lekker op zit te voeten, dan vinden ze dat niet zo leuk. Nee. Meestal zeg ik ook dat de paarden me morgen aardig vinden, vandaag niet. Kan dat ook een reactie zijn dat hij nu zo aan het likken is? Ja, kauwen en likken is vaak een teken van ontspanning. Ja. Zodat ze eigenlijk die spanning af laten vloeien door kauwen, likken, geven. Briezen. Dan mag ik daar een douche. Zo, kijk mijn shirt. Oh, lekker Marina. Mijn broek en mijn armen.
Maar hij mag het. Ja, hij mag het. Mama was alweer. Ja hoor. Moet jij ook wassen, Marie? Ja. Ja, zeg ze. Krijg je twee allemaal kusjes. Dus het is gewoon goed, dat likken nu. Ja. Het is ook nog wel een beetje door het eten, denk ik. Maar denk het ook. Hij is volgens mij ook wel lekker. Hij gaat steeds meer met zijn hoofd naar beneden. Naar beneden ook, ja. Ja. Natuurlijk, als je een beetje een plekje pakt waar een beetje meer spierspanning zit, vinden ze dat niet zo lekker. Want dat vind je zelf ook niet fijn. Nee, precies. Als mama en mij wel zo'n handen neemt. Ja, of mij. Jongens, laat mij er buiten, willen jullie? Oh, Marie, je ziet eruit nu. Laat me je gezicht zien. Hoi. Lekker hoor. Hoi. Hey. Anoukie. Oeh, dit vind ik lekker, Anouk. Hé, hey, dat is een soort bindweefsel. Ja, bindweefsel. Dat doe ik ook. Kijk. Oh, ik ben even aan het filmen. Ja, en dan rollen we het zo. Ah. Ja, dat deed jij ook bij mij, weet je nog? Ja, dat vond jij niet zo leuk. Nee, bij mij. De meeste paarden vinden het ook niet zo leuk, maar hij is niet zo. Hij zit lekker los in zijn velletje. Ja. Goed is wel. Ja, hoe is je nou, hè? Dat is lekker. Dat is lekker achter je schoudertje. Yeah. En dan doe je dadelijk ook dit allemaal bij de andere kant. Ja. Doe eerst links hals en schouder, dan rechts hals en schouder, dan rechts rug en billen en dan links rug en billen. Oké. Okay. En is er een reden van die volgorde? Ja, dan kan ik het vergelijken, links en rechts. Oh en ja. Dan heb ik nog een beetje, als ik eerst helemaal links doe, dan weet ik niet meer wat ik het verschil met rechts. Dat is wel handig, ja. Nou jongens, we zijn eventjes verhuisd, want de voestuin is voor vrij. En hoe gaat het? Nou, hij vindt het wel lekker, maar af en toe verliest hij ook een beetje geduld. Ja. Maar niks geks. Nou, hij heeft wel wat spierspanning, dus ik denk zeker dat het hem zal helpen. En net had hij weinig beweging uit zijn rug, dat hij naar boven kon bewegen. Dus zeg maar, als je die schop neemt, dat hij deed bollen. Uh-huh. Maar eigenlijk lukt dat nu al wat beter, omdat we die rug hebben wel losgemaakt aan één kant. Uh-huh. Dus we gaan kijken wat het doet als we het door de andere kant ook gedaan hebben geluisterd. En kan hij dan morgen nog een beetje spierpijn van hebben? Ja, morgen, daarom kan ik, dat zal ik straks allemaal nog wel even zeggen. Morgen gewoon eventjes een dagje rust. Ja, wel stappen doen. Ja. Omdat hij dan lekker de afwasstoffen af kan voeren. Ja, nee, dat was ik ook van plan omdat hij moest niet ook wel even dagen. Heeft hij morgen wel een dagje aan zijn voeten? Yes. Wat ben je toch een verwend paard, hè? Vandaag echt, massage. Morgen krijg je pedicurebehandeling. Hij moest wel even hard werken. Ja, hij heeft wel even hard gewerkt. Ja, samen even. Ja, dat is zo. Nu links. Ja, we hebben rechts al klaar. Goed zo. Je merkt wel dat hij hier wat rustiger staat dan daar. Want hij moet ik minder zien. Nou, ja, nu komt Aziz binnen met Bami. Dus dan is ze even... Netjes. Ja. Lekker kontje wrijven. Ja. Nou, hij denkt nu, hoe hard wrijf jij? Moet ik naar voren? Wat wil je? Maar ik ga toch weer terug, want ze vindt het toch wel lekker. Oh, kusjes. Oh, ja. Oh, lekker. Ja, likken was loslaten. Weet je nog? Lekker hoor. Laat het maar los, jongen. Laat het maar los. Gooi het eruit. Nee. En hij likt met de onderkant van zijn tong, zag ik nu. Ja, dat is hij. Wat betekent dat ook alweer? Dan moeten we ook eens nakijken weer. Oh, lekker zeg. Oh, bijna mijn BH-bandje losgemaakt. Het is een echte vent. Oh, mijn god. Hè, hem? Lekker likken. Daar ben ik nog niet klaar voor, hem.
Nu gaan we het stukje achter zijn zadel, bovenop zijn billen, gaan we proberen vanuit dieper een beetje los te maken. Vind je vaak een beetje raar? Dat is gek. Oh, je duwt gewoon de lucht eruit, Pam. Ja. Oh, en heb ik zo nog een vraag. Kijk dat been daar staan. Nou, je moet eigenlijk eventjes het stukje waar normaal het achter het zadel moet even dichtbij komen met je. Ik kom heel even dichtbij met mijn camera. Als het goed is, zie je een klein beetje. Dan heb je hier dit stuk. Ah ja. Ik weet ook niet of je het goed kan zien met de film, daar zit ook met het licht. Ja. Terug bij hem, dat is super erg. Kusje doen. Net toen ik de camera niet aanzette, ging je helemaal trillen. En kraken. Ja, hij kraakt van achter Pam als ik zijn benen. Ja, dat is vaak de lucht wat tussen de gewrichtjes uit knakt. Dat is de knak die je vaak. Oké, ja, ik zie hier wat bewegen nu. Hier bij die. Ja. Daar, zeg maar. Hij vindt het wel echt lekker. Hij vindt het echt lekker. Want je zag hoe ongeduldig het net was toen hier. Maar hij zit nu helemaal te likken. Te likken. Ja, ik kwam even niet op het woord. In elk geval, Hummer is bijna klaar. Mijn vriend, was toch wel heel lekker, hè? Was toch wel heel lekker. Ja. En, er waren inderdaad plekken die hij wat minder fijn vond. Maar ja, daar komt ze natuurlijk ook voor. En krijg ik nou allemaal dat hij nou met me knuffelen. En plekken waarvan je echt zegt, oh, dat vond ik echt heel lekker. Die ging heel diep ademhalen en helemaal likken en kauwen. Ik heb ook aan, hè? Oh. Ja, daar reageert hij niet echt op, gelukkig. Nee. Maar ik ga nu laten zien wat voor oefeningen ik moet gaan doen. Even kijken of je met een snoepje of met een peentje. Naar zijn borst. Dan willen we naar opzij. En dan mag hij niet zo hoog kantelen. Hij denkt, ik ga hem overstappen. Ja, dan krijgt hij hem niet. Maar je kan niet verder, jongen. Stop. Zo, braaf. Goed zo. Goed. Doe hem ook aan de andere kant. Lekker. Zo. Tussen je benen. Oh, dat deden we met Versie ook. Omdat hij natuurlijk al wat ouder was. Hallo. Wat worden hier? Oh, lekker. Je gaat naar de verkeerde hand. Er zit niks in. Hier. Verkeerde hand. Hummer. Goed zo. Moet je neus even wat beter gaan trainen, vriend. Goed zo. Nou, die mag je dan gaan oefenen. Okay. En je mag gaan oefenen om achteruit te lopen aan de hand. Dus als jij in de bak of zo gaat rijden, dan zit je gewoon het begin van de lange zijde en dan ga je achteruit laten lopen. Okay. Dan moet hij namelijk zijn bekken kantelen, zijn rug opbollen en zijn hoofd een beetje naar beneden. Dus ga je even stretchen en je gaat oefenen om met rijen balkjes te draven. Leuk. Te stappen. Leuk. Ja? Vindt hij ook leuk. Dus. Okay. Okay. Heb je weer wat leuks? Yes. Wat is een 1,5 meter? Oh, ja, niet niezen. Hartje. Nou, massage is geslaagd. Heb je nog gekke dingen gevoeld? Hij had wel wat spierspanning in zijn hals en in zijn rug. Wij spelen eigenlijk wel wat meerdere plekjes, zeg maar. Die hebben we proberen eruit te halen. En met de oefeningen die ik je heb gegeven gaan we kijken of we dat beter kunnen krijgen. En lekker kijken of je dat een beetje los kan maken en dan met je lessen beter kan voor elkaar kan krijgen. Oké. En verder geen waarvan je zegt, oeh, dit is echt niet goed. Of... Nee. En je mag dan morgen eventjes hem een vrije dag geven. Ja, kan hij wel lekker veel stappen naar de wei. Nu is afvalstoffen eruit, kan je even wennen aan dat alles anders is. Ja. En dan zaterdag kan je hem eventjes, kan mama hem even lancheren. Okay. Ja. En dan mag je er zondag weer op. Ja, ik heb zondag ook gewoon les met zien. Oké. Dus dat wordt niet super intensief of zo, maar wel eventjes. Ja, dan heb je een beetje begeleiding. Ja. Wat is jouw aanrader met bijvoorbeeld als je nou zo'n massage geeft? Hoe vaak zou je dat een beetje moeten doen? Om het een beetje bij te houden? Als je voor de eerste keer komt bij je paard, doe je dat meestal
twee of drie keer in een maand ongeveer. Dat je echt eventjes een verandering aan kan brengen. Juist. En dan één keer in het kwartaal. Ja. Oké. Ja? Nou, dan moet je snel maar weer komen. Ja. Daar is sowieso af. Ja, want dan gaan we fitbitten. Ja, dit fitten. Ja, mijn moeder is nu fitbitten. Ja, fitbitten. Oké. Dus ja, nou, in ieder geval heel erg bedankt. Alsjeblieft. Ja, ik vond het ook echt leuk om te zien hoe Wimmer gewoon stukjes had van, oh, weet je wel. En echt stukjes van, oh, lekker. Ja. Dat vond ik echt leuk. Dus, nou ja, ik hoop dat je deze video ook leuk vond. Heb jij nou een paardenmasseur nodig of zo? Pam, die is er altijd, staat er altijd voor over. Hè, Pam? Ja. Staat er voor klaar helemaal. Yes. Dus, nou, tot de volgende keer. Doei doei!